Hi, goedemorgen. Goedemiddag. Leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal. Ik heb wat nieuwe dingen. Ik ga even mijn bril opzetten, dan kan ik het kan zien. Dit is van de Kiko Powerful Love collectie. En ja, toen ik het ging bestellen, toen hadden ze nog maar 3 dingen. Nou, ze hadden wel iets meer, maar 3 van de dingen die ik wilde hebben. En dat is jammer. Ja. Maar ik dacht toch echt dat ik... Wacht even, ik pak even een doosje erbij. Ik ben er nog hoor. Ik dacht toch echt dat ik meer besteld had. Maar goed, nou. Doosje wil niet meewerken. Wat heb ik? Ik heb een Demi Matte Liquid Lip Color. Ik heb mijn make-up al gedaan, grotendeels. Maar deze gaan we zeker proberen. En dit is de kleur, ja, 90 of 06. En heeft hij dan ook nog een naam? Breaker, Heartbreaker Beige. Is dit. Dan heb ik de Duo Eye Primer en Liquid Shadow. Dat is deze. En dat is met een soort champagne kleur. Oh, die wil ik nog wel even opdoen. Ik heb al een simpel ooglookje op. En dit is de Powerful Love Volume en Curling Mascara. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb nog nooit... Oh, ja. Love it. De verpakking ook echt. Gewoon. Kijk nou. Hoe prachtig. Ik heb nog nooit een mascara van Kiko geprobeerd. Ik ga geen primer meer opdoen, want ik heb al oogschaduw op. Maar ik ga wel... Waar ben je? Daar. Deze liquid oogschaduw erbij doen. Beetje aan de binnenkant zo. En dan pak ik even een klein kwastje. Om het even te blenden. Die ik op mijn ogen heb zijn ook van Kiko trouwens. Dat zijn deze. Grote haar erbij. Dat zijn deze. En die zitten heel goed. En die blenden ook heel mooi. Maar dit is echt... Ik weet nog niet hoe dit draagt trouwens. Ja, maar het is wel leuk. Zo even een beetje glittertje erbij. En de andere kant is dan een primer. Dat had ik eigenlijk niet zo begrepen. Ja, ik vind het heel leuk. En de andere kant is dan een primer. Maar ik dacht eigenlijk dat dat ook een kleur was. Dit. Nou. Ik moet er even mee spelen, maar het komt vast goed. Waar is mijn doekje? Voordat ik helemaal onder zit. Dan krul ik even mijn wimpers. Ik had ook de gewone lippenstift besteld en ik wilde het blush palette. Maar ja, dat was dus al weg. En ik weet niet of Kiko dat soort dingen... zeg maar ook weer terugkrijgt. Wat ik altijd doe... Ik hou hem tegen de onderkant van mijn wimpers aan en ga ik knipperen. Oh, oké. Niet slecht. Dat is niet slecht voor 1 laagje. Deze moet ik altijd een beetje helpen, omdat ik altijd een
velletje tussen heb zitten. Dus niet te hard knijpen bij deze. Nou, weet je, ik heb redelijk korte rechte wimpertjes. Niet bizar, maar... Maar dit geeft in eerste instantie echt wel volume, hoor. Nou weet ik niet hoe het draagt, omdat ik... Ja, zeg maar, hooded eyes heb. En dat is natuurlijk gewoon persoonlijk voor iedereen. Maar is bij mij altijd het probleem dat het gaat afgeven hier op dit stuk. En dat weet ik pas aan het eind. Dus dat horen jullie dan wel als ik... Ik ga er nog een beetje bij doen. Als ik zeg maar februari ga samenvatten. Hoe dat heeft gedragen. Maar tot nu toe... vind ik het niet slecht. Ik heb hier een klein beetje gemorst. Dat heb ik zelf gedaan. Dus dat moet ik even corrigeren. De lipstift. Liquid lipstift iets ding. Is deze kleur. Dit ging ook gelijk niet meer van mijn hand af. Dus ik neem aan dat het goed blijft zitten. Dit is de lipkleur. Maar dat ga ik wel gelijk... Oké. Okay. Het voelt heel dun. Helemaal niet onprettig hoor. Juk aan mijn neus. Stond erbij dat het mat was. Ik heb hier die doosjes nog. Demi Matte. Demi Matte Liquid Lip Color. Ik ben benieuwd hoe die opdroogt. Want ik zie nu echt gewoon een soort satin. Maar ik ben hier wel... Ja hoor. Kijk, hij is wel lichter dan mijn eigen lipkleur. Maar ik vind... Ja, ik hou hiervan. Ja, die lichte kleuren, ik hou ervan. Wat vind ik ervan? Ik had wel meer willen proberen eigenlijk. De lipkleur vind ik mooi. De oogschaduw weet ik nog niet, maar het blijft wel goed op mijn hand zitten. De mascara, ja, op eerste oog denk ik, ja, is goed. Even kijken of ik dit al kan weghalen. Ja. Ja, de mascara ziet er mooi uit. Maar of die dan gaat flaken of afgeven, dat weet ik nog niet. Dus daar kom ik dan in de samenvatting van februari op terug. Deze had ik ook nieuw gekocht, maar die hoorde niet bij die collectie. Maar vind ik wel heel fijn. Het zit goed, het zijn lichte kleuren, maar het blendt goed in. En ja, ik ben er wel tevreden over. Dat was mijn kleine Kiko shoplogje deze maand. Ja.
Ga proberen. Kiko vind ik een fijn merk over het algemeen. Ik heb nog geen basisproducten van ze geprobeerd. Maar wat ik geprobeerd heb zijn poeders, bronzers, blushes en dan nu dit liquid gedoe. Ik heb ook blush sticks van Kiko en zo. Dus ik heb ook gewone lippenstiften van Kiko. Dit gaat nu heel klein beetje plakken. Maar het is nog steeds niet mat. Er zit nog steeds een kleine satin look in. Wat niet vervelend is. Kijken of het afgeeft. Geeft niet af. Het is wel droog. Maar ik vind het niet hinderlijk droog. Is dat logisch? Ik vind het een mooie kleur. Absoluut. Gaan kijken hoe lang die blijft zitten. Hoe laat is het nu? Nu bijna 12:30. Dus nou. Ik ga zo lunchen dus dat we, en koffie drinken. Dus dat wordt de eerste test. Of die het een beetje gaat volhouden. Ik heb er niet heel veel hoop op. Over het algemeen is dat bij mij niet zo. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog alsjeblieft. En zie ik je volgende keer.